Met welk thema rondom flexibilisering van het onderwijs ben jij al aan de slag en op welke manier? Bij de Academie Educatie hebben wij flexibel onderwijs ingericht aan de hand van leeruitkomsten. Die leeruitkomsten hebben we samengemaakt met studenten, werkveld, lectoraat en onze collega's zelf. En daarbij hebben we de vraag beantwoord: wat moet een leraar kennen en kunnen? Dat is voor ons het vertrekpunt om flexibel onderwijs te kunnen inrichten. Dit hebben wij samen kunnen doen door heel veel contactmomenten te organiseren. In overleg hebben wij gekeken naar wat de inhoud moet zijn van een leeruitkomst, maar ook wat de bedoeling is van een leeruitkomst. Dus dat is voor ons echt een succesfactor geweest. Binnen de Academie Sport en Bewegen hebben we eigenlijk het flexibiliseren van ons onderwijs als kans gepakt om naar ons huidige onderwijs te kijken. Dus we bepalen nu eigenlijk heel erg de behoeften van de docent en collega's en studenten van wat wil je nu eigenlijk als het gaat over keuzeruimte of flexibel onderwijs. En op basis daarvan gaan we dus ons onderwijs pas aanpakken. En twee dingen die er bij ons uitkomen die heel erg belangrijk zijn, is enerzijds het begeleiden van studenten. Dat we echt heel erg belangrijk vinden om studenten te leren keuzes te maken. En op de tweede plek dat we onze eigen leerruimte willen inrichten. Dus voor ons is leren binnen, buiten, in de praktijk, thuis. En het liefst dat we de lokalen zoals we ze nu kennen ook heel erg zelf willen creëren en zelf willen vormgeven. Samen met collega's werk ik aan de formats van de cursusbeschrijvingen. Dat zijn de teksten in de OSOER over de verschillende vakken. En daar proberen we wat meer ruimte te creëren. Wat meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op de actuele ontwikkelingen vanuit het werkveld. En vanuit de flexibiliteit voor studenten doen we vooral onderzoek naar wat zijn nou eigenlijk de wensen en de behoeften van studenten van een bepaalde opleiding als het gaat om de tempo, volgorde, vorm en inhoud van het onderwijs.